Mevrouw Klever van de PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. De minister heeft geen enkele vraag uit mijn eerste termijn beantwoord. Dat komt helaas wel vaker voor. Kritische vragen gaan bij hem namelijk het ene oor in en het andere oor weer uit. Zo onthulde hij vorige week in het plenaire debat. Maar vorige maand maakte deze minister het wel erg bont. Bezorgde bewoners waren vanuit Drenthe naar Den Haag afgereisd om te aanschouwen wat de politiek met hun zorgen deed. En de minister koos er bewust voor om tot het allerlaatste moment te wachten voordat hij over Drenthe begon. Een schoffering richting deze mensen die wel 6 uur hadden gereisd om dit AO bij te wonen. Een pleur op van de minister richting deze mensen. Voorzitter, die boodschap van de minister is in Drenthe luid en duidelijk aangekomen. Daar verrijzen straks reusachtige windmolens, sommige in Oostermoer zelfs op nog geen 500 meter afstand van woningen. Met dank aan dit kabinet en het energieakkoord. De PVV is altijd duidelijk geweest. Wij willen niet dat ons land verpest wordt door windmolens. Niet op zee, niet in Drenthe, niet in Nederland. En dat zeggen we al jaren. En in het VAO zal ik dan ook een motie indienen om geen windmolens in Drenthe te plaatsen. En dan zal ook blijken welke partijen maling hebben aan de wensen van de lokale bevolking. Voorzitter, nog een ontwikkeling die door het energieakkoord in gang is gezet, waar mensen niet op zitten te wachten, zijn nieuwe hoogspanningsleidingen om windmolenparken op zee aan te sluiten. Of het nou in Zeeland, Brabant of Groningen is, overal krijgen wij dezelfde klachten te horen. Namelijk dat er van een dialoog met de plaatselijke bevolking geen sprake is. Ook over de uitkoopregeling was dat de voornaamste klacht. Hoe zit dat nou? Graag een reactie van de minister. Dank u wel.